Sarad had gehoopt zijn droomvrouw te vinden bij Merit at First Sight, maar helaas liep het anders. Op Instagram blikt hij terug op het avontuur. Sarad werd door de experts gematst aan Malou, en na de bruiloft vertrokken zij naar Lapland voor hun huwelijksreis. Daar kwamen zij, en met name Malou, erachter dat een liefdesrelatie er voor hen niet in zit. Toch heeft hij waardevolle herinneringen aan die reis. Op zijn Instagram deelt hij een glimp van het avontuur. Bij een selfie met een grote glimlach schrijft hij. Lapland. Je bent magisch. Ik snap niks van de Bosbrand-apps, welke mutsjes je moet dragen of hoe ik de taal spreek, vervolgt Sarat. En hij zegt tot slot, maar mooi ben je. Tijdens het programma is een hoop kritiek gekomen op de twee deelnemers. Vreselijk mokkel, die Malou, schreef een kijker op X. En iemand anders had een tip voor Sarat, Sarat, stop toch met dat claimen. Zodra Malou weer eens glimlacht naar hem, dan is hij alweer verliefd. Vast een aardige kerel. Maar ik zou ook gek worden van die hopeloze drang slash dwang naar een liefdesrelatie. Accepteer het zoals het is of zet er gewoon een punt achter. In het realityprogramma worden singles die elkaar nog nooit eerder hebben gezien aan elkaar gematst door wetenschappelijk onderzoek. De deelnemers, die door een team van experts aan elkaar gekoppeld zijn, zien elkaar voor het allereerst op hun bruiloft. Carlo is opnieuw de presentator van de Nederlandse versie van het programma. Maar liefst 3000 mensen hadden zich aangemeld... Waarvan er 400 werden uitgenodigd voor de testdag. Voor de experts de belangrijke en zorgvuldige taak om de juiste matches te vormen. Benieuwd hoe de MAF-experts de koppels maken.